Het viel ook precies binnen de vakantieperiode. Heel veel mensen zijn op vakantie, zijn met andere zaken bezig. DigiD-code is ook een probleem geweest bij heel wat mensen waar wij die signaal van hebben binnengekregen. Niet iedereen heeft zijn DigiD-code bij de hand. Dat zijn dus best wel punten geweest die eigenlijk anders had gemoeten. Maar het is een goede leermoment voor ons en voor de gemeente zelf. Hoe we dat het volgende keer het beste kunnen oppakken als er weer een referendum zou moeten komen. Thank you.